Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat ik voor het laatst iets hoorde. De klap van een geluidsbox heeft mijn leven voorgoed veranderd. Op school heb ik nooit mijn plek kunnen vinden. En bijbaantjes waren vooral frustrerend. Ik wil niet continu het gevoel hebben anders behandeld te worden. Vorig jaar heb ik eindelijk het enige juiste besluit genomen. Mijn rugzak pakken. Mijn treurige jeugd en de mislukte poging om mijn plek in de maatschappij te vinden achter me te laten. En de wereld in te trekken. Op zoek naar een plaats waar ik geluk kan vinden. Waar ben ik nu? Manchester, hè? Manchester. Iemand is hier de tijd verloren. Ik hoop dat hij het goed maakt. Zonder tijd kan je verdwaald raken in vreemde werelden. Ik ben vergeten hoe het geluid van een tikkend horloge klinkt. Alsof ik ben opgesloten. In mijn eigen hoofd. Gelukkig kan ik het licht in de wereld nog wel zien. De roze 12. Daar verblijf ik op dit moment. Een dak boven mijn hoofd voor weinig geld. Meer heb ik niet nodig. Elke nacht dezelfde droom. Elke nacht word ik herinnerd aan die ene dag van 15 jaar geleden. Elke nacht dezelfde droom. Gebeurt er met me? Ik wil slapen.
Ik wil slapen. Take the time to make some sense of what you wanna say and cast your words away upon the waves. Iets in deze stad heeft mijn ogen teruggegeven, maar ik kan hier nu niet blijven. Deze verandering betekent alleen maar dat er nog veel meer te ontdekken is in deze wereld. Ik heb in ieder geval één plaats gevonden waar ik op terug kan vallen. Manchester. Ik geloof dat iedereen op aarde deel uitmaakt van een meesterplan. Ik ga op zoek naar mijn lot.